dat hadden we echt niet verwacht. Ze zijn een heel jaar bezig geweest om dit te organiseren. Het is precies een jaar geleden dat we... Marijke zei net al, verschillende generaties. Daarom open ik ook maar met goedenavond, kajotters, militanten, kameraden, oude en nieuwe revolutionairen en natuurlijk oud-KDL'ers. Gasten ons wat alles, maar dat ook werkelijk alles aanwezig was. Het complete KDL-archief van Leiden, echt, hooggeschreven brieven, stencils, verslagen, actiedraaiboeken en informaties. Ik trek een map open en ik zie mijn eigen naam. Ik zie het allereerste verslag wat ik heb moeten maken. Ja, ja, maar ik heb nog nooit een verslag gemaakt. Frans, prima, dan is het nu de eerste keer. Met een natte rug en klotsende oksels lees ik mijn allereerste schrijverij terug. Maar anderzijds trots dat ik hier wel door geleerd heb een verslag te maken. En de angst te overwinnen om een fout te maken. Want die angst zat er verdomd. We zaten ook veel te lezen en daar kwamen de vergadergroepen, de actiegroepen van de KDJ voorbij. Zoals de Vervoersbond Jongerengroep, de Buitenleidengroep, de INAS-groep, Gezondheidszorggroep, Meidengroep, Antifascismegroep, Klachtengroep, Jongerenhuisvestinggroep, V&D-groep, Van Kempen en Begeergroep, Publiciteitsgroep, Industriebondsjongerengroep, Overleggroep Ziekenhuizen, Santa Maria, Marienhaven, Bavo, Pet met de Z. Activiteiten in Alphen, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk en natuurlijk niet onbelangrijk, de weekendgroep. Ik zal hier ongetwijfeld nog groepen vergeten zijn. Maar wat me direct opviel, was de hoeveelheid aan groepen. Ik heb zelf van huis uit geleerd dat twee bomen nog geen bos maken. Maar bij de KWJ waren we zo dol op groepen. Als er twee jongeren waren uit hetzelfde bedrijf, winkel of zorginstelling, dan was er direct sprake van een groep. En van deze twee leden van de groep moest er dan ook nog direct één als afgevaardigde zitting nemen in de kerngroep. En hieruit moest er dan weer eentje afgevaardigd komen naar het Nationaal Bestuur of de Centrale Raad. Ik raakte ooit zo besmet door het groepsdenken, dat toen ik een keertje alleen was van de vakbondsgroep, ik was helemaal alleen, de vergadering toch doorliep. En ik opende met de woorden, we zijn vanavond met z'n ene, wie maakt het verslag? Een heel belangrijk succes was wel dat er na jaren van strijd en demonstreren het wettelijk minimumjeugdloon werd ingevoerd. Jeugdloonwet. De KWJ was altijd heel creatief in haar acties. Kampioen onderbetalen. Prachtig, de uitreiking van een beker voor de grootste kampioen onderbetalen. Pers erbij en houden jullie op de hoogte. Als laatste wil ik het belang van de KWJ nog even illustreren aan de hand van een boek. En dat is een voorbeeld uit de onafhankelijke pers. Ik was onlangs in een kringloopwinkel en als struinen vond ik dit boek. Het boek heet Het aanzien van 1979 met als ondertitel 12 maanden wereldgeschiedenis. Net wel, geen 12 maanden Nederlandse geschiedenis, geen 12 maanden Europese geschiedenis, 12 maanden wereldgeschiedenis. Wat speelde er in 1979? De Islamitische Revolutie in Iran, het vredesverdrag tussen Egypte en Israël, paniek om de kerncentrale in Harrisburg, de verdrijving van dictator Idi Amin, het aantreden van premier Margaret Thatcher, de val van scherpskeizer Bokassa. Mensen, ik sta in die kringloopwinkel, ik sla het boek open en wat schept mijn verbazing daar, dat zie ik helemaal goed. Tussen de foto's van het aantreden van Margaret Thatcher en de kerncentrale in Harrisburg, een foto van de KWJ. Yeah!
actie op het Binnenhof. De tweede keer. Oh.